Je hebt niets gedaan, maar je wordt toch gecontroleerd door de politie of door de Belastingdienst. Mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond worden in Nederland vaker gecontroleerd dan witte mensen. Zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor is. Uit divers onderzoek blijkt keer op keer dat organisaties zoals de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst, gemeenten en andere overheidsorganisaties mensen controleren op een wijze die discriminerend is. Ik ben tegenwoordig projectleider bij RARA in Noord-Brabant en hou me daarnaast bezig met strategische projecten zoals de aanpak van etnische profilering. Zo hebben RARA, Amnesty International en Controle al Delete en rechtszaken over etnisch profilering aangespannen tegen de Koninklijke Marechaussee. Deze zaken hebben vorig jaar glansrijk gewonnen. Van een rechter mag etniciteit op geen enkele manier een rol spelen in beslissingen om mensen te controleren. Etnisch profileren is het gebruik van criteria zoals huidskleur, nationaliteit, ras, taal of religie tijdens het controleren van mensen. In het kader van bijvoorbeeld opsporing of handhaving. Maar dit is een vorm van discriminatie en dus niet toegestaan. Etnisch profileren heeft een negatief impact. Mensen die het meemaken kunnen zich vernederd en onveilig voelen. Daarnaast vergroot het de stigmatisering van bepaalde groepen mensen. We roepen daarom iedereen die het meemaakt op om het te melden bij discriminatie.nl. Ook als je het ziet dat een collega of een vriend dit meemaakt. Wij bij RARA kunnen vervolgens actie ondernemen tegen die instanties waarover de melding gaat.